Suriname werkt eraan om bij de Verenigde Naties een correcte kaart van ons land te krijgen. Ook landen die een verkeerde kaart van Suriname hebben, zal gevraagd worden de juiste versie te gebruiken. Dit zei minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken donderdag op een persconferentie. We hebben met de Nederlandse autoriteiten ook op de hoogte gesteld. Wat kunnen we nog meer doen is om bij de afdeling cartografie van de VN na te gaan of er inderdaad niet een correcte kaart van ons daar ligt. Ik heb inmiddels ambassadeur Sunil Citadin gevraagd dat ook te doen. Want als het inderdaad zo is dat wij nooit de juiste kaart daar gedeponeerd hebben, dan kan iedereen zeggen, maar ik kan die kaart daar niet vinden. Dus wij moeten dat stukje huiswerk doen en dat wordt reeds gedaan. Indien het daar niet is, gaan wij dat deponeren, gaan wij het wel aangeven dat dit de kaart is zoals wij dat zien. Voor betreft Nederland, ik ga van de gelegenheid gebruik maken bij de eerste beste gelegenheid met collega Wonke Hoekstra om dit ook onder zijn aandacht te brengen. En dat zal hopelijk binnenkort zijn. Ramdien zegt dat hij wel telefonisch contact heeft gehad met zijn Nederlandse collega, maar over andere zaken heeft gesproken. De bedoeling is dat het vraagstuk van het gebruik van de correcte kaart gauw aan de orde komt. Ik denk dat we een beroep willen doen op Nederland om uit hoogte van de historische relaties, maar ook uit hoogte van het feit dat bij de overdracht in 1975 nadrukkelijk is aangegeven hoe Suriname eruit ziet, dat zij alle moeite doen om de juiste kaart te gebruiken en zich niet te beroepen op een kaart die toevalligerwijs door hun wordt of door de VN wordt aangeboden. Ik geloof dat het belangrijk is dat wanneer een land zegt van zo ziet een kaart eruit, dat ze dat gebruiken. Dus ik hoop dat we hun kunnen overtuigen van het gebruik van de juiste kaart. Maar we zullen het iedere keer weer aan de orde stellen. Dat is overigens ook wat gebeurt internationaal met grensbepalingen, is dat je continu op elk moment dat het verkeerd gaat aan de bel trekt. Want dat is dan dossiervorming. Minister Ramdien benadrukt dat het Tigrigebied Surinaams grondgebied is en ook zal blijven. Op de verkeerde kaarten behoort het Tigrigebied toe aan Guyana.